Hé, hey, daar is dat symbool weer. Wacht, ja, daar. Aha, zo beneden, zo boven? Ja. Oké, en kijk nu eens naar boven. Wat zie je dan? Ja, die pilaren. Dat moet het zijn. Oké, we gaan er een naar kijken wat het is. Ja, pikken we onderweg, zal hij een klooi wel op. Ze zijn daar! Shit, ze hebben ons gezien! Kom op, Charlie, we kunnen hier niet blijven zitten. We moeten gaan! Oh, shit! Waar komt dat nou vandaan? Hé, het is Sally! Ga liggen! Ah, joh, wat voor... Ben je normaal? Dat werkt niet. Oh, dude. Je bent dood. Oh, nee, nee, nee. Shit. Hallo mama. Omlaag, omlaag. Ontwijk de lasers! En dood zijn er twee! Wat heb jij? Wat zijn die lasers doen? Daar! Daar kunnen we naar de zuilen via die toren. Kom op. We moeten naar die twee toe. Gaat-ie? Ja, alles zit er nog op en aan. Kom op, volgens mij zijn we warm. Gelukkig hebben jullie niks. Jullie ook. Kijk, hier is de muur. Oké, de ingang van de crypte moet hier ergens zijn. Nou, wat heeft Lawrence erover te zeggen? Geen woord. Verder dan dit kwam hij niet. En hoe pakken wij dat dan aan? Symbolisch gezien vormen twee zuilen een poort.
Leuk. Welke twee? En een poort waarheen? Ja, een sprookjeswereld, een heilige plaats, een initiatieplek. Oh, dat klinkt echt heel erg gezellig. Hé, misschien hier om de hoek. Ja, oké. Nee. Geef maar aan mij. Goed. Nu het dagboek. Dank je. Vertrouw niet op Drake. Waar is Charlie nou? Geen idee. Nee, nee, nee. Shit. Hij is weg. Hoe krijgt hij dat nou? Hey Charlie, gaat het? Hè? Charlie? Wat is... Moet je zien. Oh man, wat is dit voor Black Ops bullshit? Laten we hopen dat het geen grote dosis was. Oh nee, nee. Rustig maar. Kijk maar. Charlie, hier zo. Kom op, we moeten nu weg, oké? Raak me niet aan. Blijf uit mijn buurt. Oké, oké. Niemand raakt je aan, Charlie. Wat zat daar verdomme in die pijl? Je gezicht valt er vanaf. Nou, wat het ook was, hij is compleet de weg kwijt. Oh. Charlie, luister. Hé, het komt goed. Rutte! Ik laat me niet meenemen. Hé, joh, niemand neemt je mee. Kom gewoon met ons mee, oké? Ja. De vloer smelt. We kunnen niet blijven. We moeten gaan. Hoe? We moeten de ingang van de crypte vinden. Mooi. Enig idee? Nou, Charlie was iets op het spoor, maar ik weet gewoon niet de wat. De staf van de magier. Oh, man. Zonder zijn dagboek zullen we het nooit vinden. Laat me even denken. Oké. Hermetica. Uit het Grieks. Tekent zeil. Ja, zover waren we al. De zeven zuilen der wijsheid? Tussen genade en strengheid. Wacht. Wacht, we pakken het verkeerd aan. Het gaat niet om de ruimte tussen de zuilen, maar om de middelste zuil. Balans. Wat? Het stond in Charlie's boek. De zuil van balans tussen de twee extremen. Tussen zwart en wit, water en vuur, vrouw en man. De middenweg. De middenweg. Dat is het. Sally, help eens even. Oké, kom op. Nee, het is oké, Charlie. Kom op, man. De weg omhoog en omlaag zijn precies hetzelfde. Uh-huh. Kijk eens aan. Hierheen. Ik denk dat we ons hier doorheen moeten wurmen. Oh. Oké, gaan jullie maar vast. Ik help Charlie. Oké. Kom op, vriend. Het gaat best. Waar nemen jullie me heen? We gaan gewoon even hier doorheen, oké? Waarom doen jullie dit? Komt helemaal goed, makker. Raak me niet aan! Het gaat goed. Rustig aan. Rustig aan, Charlie. Oké, we zijn er. Oh, wacht. Ik ben erop nog een doorgang. Ga maar vast. Tot zo. Wij maken wat licht voor jullie. Kom op, makker. We zijn er bijna. Oh, God. Het komt... Oh, God. Het komt dichterbij. Oh, het komt dichterbij. Oh, laat het stoppen. Oh, stoppen. Oh. Ik krijg lucht. Ik moet eruit. Oh, God.
God. Rustig maar, oké? Zo ja. Charlie, ga door. Kom op, nog maar één. Ik dacht het niet! Luister. Luister. Dat wil je echt niet doen. Auw. Charlie. Charlie, for... Charlie. Oké, hey. Geen pijn doen, man. Charlie, nee, stop. Jezus. Charlie. Vermoord hem. Charlie. Charlie. Nee. Achteruit. Nee. Charlie, je vermoord Nate. Oké, luister nou naar me. Je vermoord Nate. Charlie. Jezus. Hier. Hier, we hebben je. Kom maar hier. Oké. Nee, het spijt me. Dat is oké. Verstaan ik iets? Wacht eens. Wilde jij? Je wilde me toch niet neerschieten, of wel, vriend? Als een dolle hond. Wauw. We doen het nog eens. Ik ga wel als eerste. Volg me. Nee. Ik hou je nog even heel goed in de gaten. Na u. Huh. Oh, fijn. Zul je zien dat ik opeens het wapen tegen mijn hoofd heb en dat ik een schietgebedje mag doen. Hey, lief zijn, jongens. Ja, kom op. Je bent er bijna. Kom op, we moeten verder. Ze zijn vast naar ons op zoek. Lijkt wel of dit zou moeten draaien. Dit is meer dan een crypte. Ja, de hele godvergeten kamer lijkt op een soort oud apparaat. Waar is mijn boekje? Dat gaf je aan Talbot, weet je nog? Wat? Nee, echt niet. Ja, en je wapen ook. Ah, kut man. Oké, eens kijken hoe we dat ding aan het draaien kunnen krijgen. Moet je die kanalen zien? Ze lijken voor water bedoeld te zijn.
Hier is een trap. Zie je wat daarboven? Hé, die kunnen we vast aansteken. Het licht projecteert beelden. Ze markeren posities op de wereldbol. Laten we die andere ook aansteken. Om twee te gaan. Nog maar één. De laatste. Maar die afbeelden passen nergens op. We blijven zoeken. Hey. Is dat het water? Ik weet het niet. Oh, nee. Alsjeblieft zeg me dat jij ze ook ziet. Oh ja, ik zie ze. Wat je ook doet, laat ze je niet aanraken. Oh, echt? Blijf gewoon in het licht. Doe je nou? Ik moet bij die vuurkorf kunnen komen, als ik ren. Wat bedoel je? Ik maak het pad wel vrij als ik er ben. Ja, als je er bent? Je bent een gek. We moeten het water toch laten stromen? Heb jij een beter idee? Als je die fakkel daar nou naar beneden gooit, misschien moet je die vuurkorf aansteken. Geluk! Pak er nog één en probeer het opnieuw. Het lijkt alsof er boven nog zo'n brander is. Kun je die fakkel daar naar boven gooien en dat ding aansteken? Mooie worm. Daar beneden is nog zo'n brand. Netjes. Ga naar dat handvat en help hem openzetten. Laten we een poging doen. Daar gaat hij. Niet naar de overkant. Wat is het, Charlie? Ah, hou je niet. Hij pakt op. Nat worden. Nee, ik wil deze voet.
Oké, nog eentje. Oké, dat doen we nog een keer. Het is gelukt. Hij begint te draaien. Nu kan hij weer helemaal vast verdraaien. Nu komen we ergens. Nee, het lijkt wel of die lichtbeelden op die landmassa's horen te vallen. Kom op, draai eens rond. Doe het zelf. Het is je gelukt. Ongelooflijk. Dat moet de ingang naar de binnenste crypte zijn. Kom op. Daar gaan we. Oké, we zoeken naar het graf van een ridder, net zoals in Frankrijk. Als ik het goed heb, is hij begraven met de andere helft van de amulet. Is dat het? Ja, net zoals die in Frankrijk. Ongelooflijk. Ja, geniaal. We maken het open. En daar is hij. Wat zei ik je? Laat die andere helft te zien. Ja, nou, Talbot heeft hem. Wat? Ja, weet je nog? Toen met die valstrik bij het château. Toen heeft hij hem gepakt. Waarom doen we dan al die moeite? Wacht nou. Ik ben toch ook niet gek? Hier. Zo, zie je? Huh. En met de volledige inscriptie. Weten we precies waar we moeten zijn in Jemen. Heel erg bedankt. Goed gedaan. Ja, ja, maar toch. Ik denk dat ik deze maar bij me hou. Oké, en dan met een bloedgang weg hier. Blijf zoeken. Ze moeten hier. Oh shit, ze zijn ons gevolgd. Laten we maar hopen dat er nog een andere uitweg is. Ah, ik voel hier een luchtstroom. Hé, kom hier. Ja, ja, ik voel een luchtstroom. Geweldig. Wees alsjeblieft een buitenmuur. Dan geef mee. Charlie, help eens even. Ja. Jongens, we hebben niet veel tijd. Kom op, nu! Oh, yes. Heel erg bedankt. Die neem ik wel. Omhoog die handen. Ja, dacht het niet. Kijk nou, wat een dilemma. We lijken aan elkaar gewaagd. Tot de rest van mijn mannen hier is dan. We hebben de tijd. Oh nee. Jongens? Charlie? Oh, godskom, heren. Nu liggen de zaken iets anders, of niet? Weg met die wapens.
Waarom val je... Kutter, schiet maar. Nee. Wacht. Het is genoeg. Oké? Kijk, dat is beter, of niet? Schiet maar. Jij smerige zaak. Kutter, schiet ze neer. Heel graag. Weg! Ga naar de toren! Snel, snel! Jenger! De trap op! Waarom moet je wapen slaan? Had je geen knipoog kunnen geven of zo? Ik denk dat je het zo snel zou opgeven, of net? Kom op, Cutter. Dat haalt hij nooit. Oké, wat doen we nu? Wat doen we nu? Charlie! Wat de hel. Jij kwam ook niet ver, of wel? Geef het aan mij. Rot op. We kunnen niks voor hem doen, Knul. Jezus, dit is ondraaglijk. Oh, Cutter. Ik had zo'n hoge pet van je op. Ja, vast. Ik meen het. Je had potentie. Maar nu? Tja. Het kan raar lopen, vind je niet? Jij laat me in de steek. En nu staan we zomaar hier. Alsof het altijd zo heeft moeten zijn. Charlie, nee. Shit. Nee. Nee. Opschieten, man. Snel. Charlie. Oh, shit. God. Lig stil. Jezus, mijn been niet aankomen. Het is gebroken. Dat weet ik ook wel. Gewoon even rustig blijven. Hou vol. Nee, moet je zien. Oh, wat zullen we nou? Deze kant! Oké, we moeten hier weg. Laat dat geweer hier, dan vermoord ik die eikels. Echt niet, we halen je hier weg. Kom op, sta op. Ik heb hem. Zorg voor dekking. Oké. Snel! Hoe kan dat nou? Ik heb hem recht in het mieterige gezicht. Ah! Oh! Je zag het toch? Hij moet naar een dokter. We moeten hier echt weg. Jeeves. Yeah.
achter ons. Help me met de deur! Oké, kom op jongens. Sorry, Charlie. Kijk uit! Er zijn er nog meer! Oh, shit! Go boom, bitch. Kom op, we moeten hier snel weg. We nemen de bus. Ah, die zal niet opvallen. Morgen. Het is het entreegeld niet waard, mensen. Grote jongen. Ja, ja. Oké. Oké. Ga zitten. Zo. Okay. Ik stuur wel. Zorg jij voor hem. Daar komen ze. Zal ik karren met die bus? We zijn ze kwijt. Oké, ik probeer de bus wel ergens te dumpen. Goed. Hoe gaat die nou? Fantastisch, man. Dat scheelde niets. Hij redt het wel. Nee. Ik bedoel dit alles. Het is het niet waard, Nate. Laat deze gaan. Oh, nee. Je geeft toch niet zomaar op? Als je die eikels laat winnen naar deze shit, zal ik het je nooit vergeven. Geen zorgen, Charlie. Ik laat ze echt niet winnen. Wat heb je toch? Wat wil je bewijzen? Ik wil helemaal niks bewijzen. Juist. Dus wat is het plan, Knul? Nou, ik ga naar Jemen. Ga je mee? Ja, natuurlijk. Oké, we moeten snel het land in. Zonder gedoe. Ik weet wel iemand die ons kan helpen. Wie? Oh, nee. Nee. Als jij een beter idee hebt, ik hoor het graag. Ook niet, Nee.
Vooruit. Bel dan maar. Helena Fischer, buitenlandcorrespondent. Hey, Sally. Hoe gaat het, schatje? Oh, nee, sorry. Dat is een soort van verboden in dit gebied. Oh, juist. Jullie mogen wel lief doen. Nee. Hoe gaat het met je? Goed, bedankt. Je ziet er goed uit. Dus, tegen beter weten in. Deze vergunningen zijn goed voor de meeste controlepunten. Oké, mooi. Oh, en er zitten geen gekke dingen in die tassen, toch? Natuurlijk niet. Nee. Ja, nog niet zeker. Oké, vergeet niet, jullie zijn nu journalisten. Dus probeer een beetje normaal te doen. Gaat dat lukken, Sally? Volgens mij heeft ze het tegen jou. Wat zijn jullie eigenlijk van plan, stelletje schurken? Gewoon wat historisch onderzoek. Juist, daarom hebben jullie zo'n haast. Precies. Geen vervloekte schatten? Nee. Geen duivelse krijgsheren? Nee. Ja, ik kan zo slecht liegen. Wat? Echt waar? Oh, kom op. Wil je daar nou echt over hebben? De wagen, waar staat die? Oh, die staat daar. Ik neem de tassen. Zie je zo. Nee. Je draagt hem nog steeds. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Dat komt van pas in dit deel van de wereld. Oh, is dat zo? Doe even normaal. Het betekent niets. Hé, hey, jij draagt hem anders ook nog. Wat? Oh, ja. Dus daar gaat het eigenlijk allemaal om. Je begrijpt het niet. Ik heb het eindelijk bewezen. Drake loog over zijn route door Oost-Indië. 400 jaar geleden kwam hij hierheen. Waarom niet? Dat proberen we uit te zoeken. Nee, ik bedoel, waarom die obsessie? Ik maak me zorgen dat... Ik kan wel voor mezelf zorgen, oké? Ik heb het hier niet over jou. Wat, Sally? Hij zou met je naar het einde van de wereld gaan, Nate. Maar vraag hem dat niet. Kom op, dat is niet eerlijk. Wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Klaar? Zet ons maar af aan de rand van de stad, dat zou geweldig zijn. Vergeet het maar. Jullie zijn nu mijn verantwoordelijkheid. Ik verlies jullie niet uit het oog. Als je het spoor wilt volgen van Francis Drake, moeten we naar het oude deel. Is dit het nieuwe deel? Ja, min of meer. Deze stad is meer dan 3000 jaar geleden gebouwd. Oké, ga maar voor. Goed, daar. Zie je die toren daar ginds? Daar begint de oude stad. Dus daar moeten we zien te komen. Salaam. Waalaikum salaam. Fadlaru. Oké, hierdoor. Oké, zorg dat je een beetje gedraagt. Ja, mevrouw. Nee, serieus. De politie loopt echt overal rond en we willen geen aandacht trekken. Komt goed. Ik dacht vooral. We gaan wel via de markt. Als jij het goed vindt, ga ik even in het water staan. Ik heb het warm. Oké, zo te zien hebben ze de straat afgezet. Ik ga wel even kijken. Jullie blijven hier. Hey. Samahuni. Ze draagt hem nog steeds. Oh ja, dat schijnt te helpen in dit deel van de wereld. Wat betekent dat? Geen idee. En? Oké, slecht nieuws. Ze laten echt niemand door. Hey, deze kant op. Ik weet nog een weg. Zit er al Allah.
اشتري لك فستان. تعال تعال عندي احلى اسعار يا زلمه، احلى اسعار. فالدمه هي سيت اب سلوت. اسمالي؟ ها؟ نعم. من فضلك افتح الباب. اه طبعا طبعا تفضلي. شكرا. دانك يا. تفضلي اختي. Goed dat we jou bij ons hebben. Ja, zeg dat wel. Oké, hierboven. Oh, fijn. Meer politie. Ja, zo te zien komen we hier ook niet veel verder. We moeten iets anders bedenken. Hé, hierboven. Er moet een andere manier zijn. Kom op, volg me. Gaat-ie? Ja, we komen eraan. Jongens, we zitten hier helemaal verkeerd. Nou, kom op, we zijn er zo weer uit. Komt goed. Probeer niets te breken. Ja, dat is beter. Zie je? Kijk daar. Die gebouwen waren al honderden jaren oud, zelfs toen Francis Drake nog leefde. Ja, slim van je. Hey, Nate. Huh? Talbot. Wie? Hij heeft het boekje van Cutter. Wat? Oh, wacht. Charlie Cutter? Geen tijd. Sally legt alles uit. Hey, hou eens even. Zie je beneden. Auw. Moest je er weer mee bemoeien, hè? Kom hier. Altijd. Niet helemaal voor niks. Pak hem. Ah, jongens. Dat komt lekker. Ugh!
Maar liggen blijven. Wegwezen. Hey, hierheen. Gaat iemand me dit nog uitleggen? Wie waren die gasten? En wat heeft Charlie hiermee te maken? Hij was met ons aan het samenwerken. Was? Hij is toch niet dood? Nee, nee. Hij en Chloe. Chloe ook? Ja, maar ze gingen er vandoor toen Cutter zijn been brak. Een gebroken been? Hij mag blij zijn dat hij zijn nek niet brak met zo'n val. Hij redt het wel. Het was springen of levend verbranden. Ik denk dat ik dat ook had gedaan. Je helpt niet. Oké, vertel me gewoon waar je naar op zoek bent. Dit? Kom hier. Sally, moet je zien. Volgens mij zijn we ze kwijt. Wat is dat? Zo te zien hebben we onze geheime ingang ontdekt. Hé, goed werk, meid. Nou, ik ga niet naar beneden met lege handen. Praat maar met die tapijtverkoper van daarnet. Nee, geweren, wapens. Hij is niet echt een tapijtverkoper. Oh, goed. Hey, pas wel een beetje op daar, oké? Ja. Echt serieus, wat zit je nou de hele waarom zei je niet wat er aan de hand was? Die gasten zijn hier niet voor historisch onderzoek en jij ook niet. Dit gaat om dat Marlon-mens, of niet? Ja, maar... Kijk, dit is... Eindelijk begrijp ik het. En wat ik zei klopt. Dat... leidt naar dit. En dit leidt hierheen. Naar een gat in de grond. Ja... Je kan niet alles hebben. Kom maar op, geef toe. Jij houdt hier net zoveel van als ik. Nee. Nee, echt niet meer. Echt waar? Oké, nou. Waarom loop je dan niet gewoon weg? Oh, ik. Ik weglopen. Dat is grappig. Shotguns? Waarom niet? Wat? Wat? Hij had er maar twee. Geweldig. Goed, help even duwen. Oké. Klaar. Gat. Haha, leuk. Wat? Nou, het is toch een gat? Zullen we? Oké, jongens. De geheime ingang waarvan? Wat is daar beneden? Daar gaan we nu achter komen. Weer zo'n stom antwoord. Had je iets anders verwacht?